What is up YouTube? Het is je favoriete Pompert, back met een nieuwe video. Pompert, Spike Live Vlogs. Wow, hoe de fuck werkt dit? Pompert, hoe is het dat? Jullie zien het, Busadores in de loods. We gaan vandaag beginnen. We gaan vanaf hier naar achteren toe. Gaan we alles eraf halen. Dan gaan we dit subframe vergelijken met die aluminium subframe die in het kantoor ligt. Dus we gaan beginnen met die uitlaat eraf, want die zit hier aan vast en dat moet allemaal weg. Uitlaat eraf, zadel eraf, kap eraf, bol eraf. Dat weet ik, zover ben ik geweest. En dan voor de rest gaan we even kijken hoe of wat. Alright, dit was echt 5 minuten werk. Het was helemaal niet interessant om te filmen, maar uitlaat is eraf. Letterlijk alleen die schroef en dan die twee veertjes demper eraf. Dus dit is nu los. Bolletjes eraf, zadel is eraf. Nu gaan we die kap eraf halen. Dat is hier een schroefje, daar een schroefje, bovenop twee, een paar drukkertjes. En dan de stekkertjes loshalen van het achterlicht. Dan kan deze kap in ieder geval eraf. That's that. Daarna moeten we de launch control eraf halen. De ECU en de accu. En dan kunnen we daarna, als dat dan allemaal weg is, moeten we die kabels naar voren toe leggen. En dan kunnen we hier het subframe loshalen, eraf halen en dan kijken met het andere subframe. Dus ik ga nu even die paar schroefjes doen, kap eraf en dan zijn we zo terug. Nou, de kap is eraf. Dit is de status, alleen die, hoe noem je dat, die undertail, die ligt er nog. Maar zoals je kan zien, zit die los. Dan zat ik al eventjes snel te kijken. Ik heb al die spulletjes even hier in het kantoor gelegd. Kijk, hier ligt alles, zadel, dual seat cover, achterkap, uitlaat. Dit is de nieuwe subframe. Dit is de aluminium subframe, die lichte. Ja, het weegt echt helemaal niks. Nou weet ik dat de achterlicht uiteraard is anders. Achterlicht van een Gen 1 is een beetje breed en van een Gen 2 is een beetje langwerpig. Dus hier zit deze beugel op. Waar je achterlicht dus zeg maar op leunt volgens mij. Dan zit ik te kijken, één bout mist. En dan aan deze kant zitten ze er wel allebei in. Maar dit gaat dus weg. Dit is ook staal. Dit gaat dus helemaal weg. Want als je kijkt naar die achterkant. Hij zit hier op een plaatje bevestigd. Wat aan de zijkant van dus het frame loopt hier zo. En dan komt hier zo'n klein plaatje. Als ik bij deze kijk. Oh, er zit alsnog zo'n plaatje. Even kijken hoor. Wacht even. Oké, dus waarschijnlijk kunnen we dit plaatje gewoon houden. Kunnen we die opnieuw gebruiken. En dan moeten we die eraf slijpen. Zoals ik al zei vorige keer, deze moeten we eraf slijpen. Want die zit hier niet. Normaal zit hier dus je spanningsregelaar bij Gen 1. En bij mij zit die daaronder. Daar zit die spanningsregelaar. Dus we moeten die eraf slijpen. Dit dingetje hier al moeten we eraf slijpen. Die gaan we waarschijnlijk niet opnieuw gebruiken. Zegt Jan, we hebben dat niet nodig. We kunnen gewoon het achterlicht op die andere tray laten liggen. Maar die is wel kapot gegaan hier al toen ik mijn motor een beetje te laag had gezet. Dus misschien dat we voor een nieuwe van die moeten kijken. Maar dat zie ik voorlopig als grote verschillen. Kijk hoor, ik zie daar twee ringen. Ik zie hier twee ringen. Ja, dat klopt wel. Oké, dat is hetzelfde. Ja, in ieder geval, deze is ook hetzelfde, zie ik. Die zit bijna op dezelfde plek. Misschien dat die iets hoger zit. Die hebben we nog. Die hebben we nog. Oh ja, en check dit. Dus dit is die sluiting van je buddy. Als je vanaf achter die motor kijkt, hiermee zit die vast, rechts voor, links achter. En dan kijken we bij Gen 1, links voor, rechts achter. Dus dat moet, die moet naar die kant en die moet naar de onderkant. Dus dat zie ik voorlopig wat we moeten aanpassen. Maar ik ga even dit allemaal los pluggen en doen en dan kijken ja, hoe of wat. Dus ik ga even met die stekkertjes aan de slag waar ik helemaal geen fan van ben. Accu eruit halen, ECU eruit halen. Denk dan die undertray eraf. En dan verder kijken. Oké, guys, subframe is eraf. Deze ondertail dacht ik dat we die ook eraf gingen halen. Maar zoals je hier ook kan zien, die achterrem, het leidingje met het reservoirtje zit door die kap heen. En daar gaat hij niet doorheen passen. Maar Jan zegt ook, ja, laat hem gewoon zitten. En dan later als we die subframe hebben aangepast, gaat deze weer omhoog, hup, tegen die subframe aan. En dan zijn we er weer. Dus die is eraf. Hier hebben we allebei die subframes. Die heb ik eventjes eraf gehaald, want die staat nog hier aan vast. Dan kunnen we het zo meteen eventjes gaan wegen en vergelijken.
Maar zoals je kunt zien, die ene zit lager dan die andere. Dat komt omdat die niet op dezelfde plek zit. Oh, hij zit trouwens maar aan één kant bij die Gen 1. Hij zit daar al, waar die hier aan twee kanten zit. Dus die gaan we... Die missen we. Nou, dan slijp ik die gewoon eraf. Zoals je kan zien, deze beugel. Die slijpen we eraf in ieder geval. Voor de rest, dit zit allebei op dezelfde plek. Dit zit allebei op dezelfde plek. En die pinnetjes zitten op dezelfde plek. Dat slotje moeten we dan eventjes om gaan zetten. Of is dat slotje gewoon... Nee, dan kan ik niet 180 graden draaien. Of wel? Nou, denk ik niet. In ieder geval, dat slotje gaan we dan even aanpassen. Maar voor de rest is het vrijwel hetzelfde. Oh, ik zie nu als ik van boven kijk, dat die, als die gelijk zitten, zit die niet gelijk. Maar volgens mij moet het niet zo heel veel uitmaken. Ik weet het niet. We gaan even kijken. Ik ga gewoon beginnen met slijpen van die eraf. Die twee aan de achterkant. Die daarachter. En dan even kijken. Dat zijn wel een heel eind, denk ik. Wacht even. Oké, guys. We hebben subframe erop gezet. Om even te kijken hoe of wat. Hiero. Het originele zadel past. Zoals je kan zien. Hier zo sluit hij gewoon goed aan als we hem drukken. Hiero is het echt net aan. Maar dat past wel. Alleen Jan heeft net even het bolletje erop gezet. En die hoort hierin te glijden. Maar dat past niet. Dus dat moeten we even. Dus die moeten sowieso omhoog. Die kan blijven zitten. Dan gaan we even kijken wat nog meer. We probeerden even voor te passen die kap erop te zetten. Maar hij raakt deze beugel. Die er dus bij mij niet op zit. Dus die gaan we eerst even snel grofweg eraf slijpen. Dan kunnen we hem even testpassen. En dan later gaat Jan hem helemaal netjes glad slijpen langs die buis. Wat moet ik doen, Jan? Moet die brug omhoog? Anders komt hij er niet bij. Tuning! Op jongen, vaste hand, dat kan jij gewoon. Vaste hand, dat kan jij gewoon. Oké, we zijn nu een half uur denk ik ongeveer bezig. Kap erop, kap eraf, dingetjes wegslijpen. We zijn begonnen met die twee dingetjes aan de achterkant, die zijn helemaal weg. Die aan de onderkant, waar er van eentje maar was, die is ook weg. Deze dingetjes hebben we weggeslepen, deze hebben we weggeslepen, deze hebben we weggeslepen. We hebben gepast, we hebben gecheckt. Deze oogjes moeten meer naar achteren. Dat is waar je bolletje mee vast zit. Waar is het bolletje? Bolletje is weg. In ieder geval, die moeten meer naar achteren toe. Jan gaat morgen even op zijn gemak dat subframe helemaal netjes maken. Dus hoe het hier al een beetje eruit ziet, zo dat gladden. Dat gaat hij met hem doen, dat gaat hij met hun hierboven doen, met die, andere kant hetzelfde, want dat hebben we allemaal niet meer nodig. En daarna, die kap past er gewoon goed op, die undertail past, die achterlicht blijft gewoon erin liggen in die undertail, dus we hebben die mount ook niet meer nodig. Dus ja, ik ben benieuwd. Ik wou die subframe nog gaan poedercoaten, maar ja, je gaat het niet zien en ja, is het nodig? Ik denk het niet. Dus hopelijk... Toevallig kwam de buurman net binnengelopen. Ik zei, kan je het niet eventjes lassen voor mijn aluminium? Zegt hij, ja hoor, ik ga wel even kijken morgen. Dus Jan gaat morgen aan de slag. Gaat hij dat allemaal netjes maken. Dan gaat de buurman het hopelijk lassen. En dan kan het vrij snel klaar zijn. Gaan we het nog eventjes wegen als hij klaar is. Gaan we kijken hoe zwaar is die, hoe zwaar is die. Hoeveel besparen we nou echt voor dat geld wat we hebben uitgegeven. En dan gaan we hem weer tunen. Ik ga hem nu even afspuiten, want hij zit helemaal onder de aluminiumstof. En dan... zien we jullie bij de volgende video. Like, abonneer als je dat nog niet gedaan hebt. Huh? En mijn brug schoonmaken. En Jan zijn brug even schoonmaken. Ja, even een doekje eroverheen. W5 doekjes zijn top. Mazzel!